Ik ben psychiater. Ik heb ook filosofie gestudeerd. En ik doe ook wat neurowetenschappen. Dus ik zit een beetje in die driehoek tussen neurowetenschap en filosofie en psychiatrie. Mijn onderzoek beweegt zich in die driehoek. En ik heb iets gevonden wat ik heel, heel plezierig vind. Dat is het onderzoek naar het implanteren van elektroden in de hersenen voor mensen met ernstige psychiatrische klachten. En voor mij is dat heel intrigerend, omdat ik aan de hand van die methode, waar je dus elektroden in de hersenen aanbrengt, iets kan doen met filosofie, met de psychiatrie en de neurowetenschappen. Ja, wat betekent die hersenstimulatie? Zoals het woord het zelf zegt, is het aanbrengen van elektroden diep in de hersenen, niet aan de oppervlakte, maar echt dieper binnenin. En die elektroden die leveren elektrische stroom. En de elektrische stroom die wordt gebruikt om de activiteit in de hersenen te manipuleren. Wij vergeten dat soms, maar hersenen ja, die communiceren met elkaar via elektrische stroompjes. En met die elektroden gaan we die elektrische stroompjes moduleren, zodanig dat de klachten afnemen. Er zijn niet zo heel veel mensen die dat doen, het is redelijk innovatief. Er zijn een paar onderzoeksgroepen in de wereld. En we hebben ons toegespitst op die psychiatrie. In dat opzicht hebben we redelijk veel ervaring met mensen met dwangklachten. En dwangklachten, ja, dat kennen we van mensen die voortdurend bijvoorbeeld poetsen, die hun deuren controleren, die bang zijn dat er iets gebeurt en om dat te compenseren allerlei handelingen uitvoeren. Nou, deze mensen die kunnen ongelooflijk ziek zijn. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld 12 tot 16 uur per dag klachten van poetsen of controleren. Die kunnen niet meer geholpen worden met gewone medicijnen of gedragstherapie. En dat zijn dan kandidaten voor zo'n elektrische stimulatie. Dus we hebben een 60, 70 mensen nu behandeld. Dat lijkt niet zo heel veel, maar daar hebben we wel 14 jaar voor nodig gehad. En je ziet dat als je het goed doet, dat betekent als elektrode goed geplaatst is door de neurochirurg. En wij als psychiaters de afstelling goed voor elkaar krijgen, want het vergt nogal wat tijd om dat goed af te stellen. Je kan allerlei parameters veranderen. Dan zie je dat die klachten in sommige gevallen vrijwel kunnen verdwijnen. Dus je kan echt mensen genezen. En dat is natuurlijk heel uitzonderlijk in de psychiatrie. Het onderzoek duurt lang. Het duurt gemiddeld 7 jaar vooraleer dat wij iets kunnen weten. Tussen het starten van het protocol en dan het publiceren van de resultaten. Je wordt op de proef gesteld als onderzoeker. Dat is nog het minste. Er zijn veel ergere dingen als onderzoeker. Nou ja, dat het meestal niet werkt. Dus je doet je onderzoekt 10 dingen en dan mag je blij zijn als er 1 of 2 werkelijk van lukken. Die 8 anderen, die mislukken gewoon. Dus het is, onderzoek doen is een oefening in geduld en in bescheidenheid.